EFSA Lisse TV wordt mede mogelijk gemaakt door administratiekantoor Van der Meer en ipcamshop.nl. Woon en werk veilig met onze beveiligingscamera's. Goedemiddag dames en heren. Welkom bij de wedstrijd FC Lisse Sparta Nijkerk op Sportpark Terspekke. U ziet in het midden voor de tribune een tafel opgesteld en daarachter staat een trotse Lennart Nijman. Samen met zijn vrouw Saskia en hun vier zonen zijn ze hier gekomen. En Lennart heeft een schitterend bedrijf. Hij staat ook voor zijn bord. Als u even omkijkt kan u het zien. IP Cam Shop. Schitterend. De nieuwe jeugdsponsor. Jeugdpartner van FC Lisse van de sponsors. Ze zijn marktleider en specialist in Nederland op het gebied van online verkoop van draadloze IP-beveiligingscamera's en accessoires. Zijn bedrijf is gevestigd in de Krukius en ik zou zeggen, ga een keer langs of kijk op zijn website ipcamshop.nl. Sparta Nijkerk brengt de stand op 1-0 door een doelpunt van nummer 13, Maurice de Ruiter. Oh.
Sepp, je moet! Brengt de stand op 1-1. Doelpunt te maken, Mo en Does. Ze breekt dus ook op 2-1 door een doelpunt van Tom Duinon. Ze breekt de stand op 3-1 door het doel van Tom Duindam naar een schitterende actie van Jeffrey Kleibroek. Jeffrey Kleibroek, kan je het geloven? De tweede helft, 4-1? Ja, zeker. Ik denk op de eerste minuut na van de tweede helft denk ik dat het nog maar verdiend is ook. Eerste helft, ja, ik denk dat het een beetje in balans was. Hun wat sterker, wij wat sterker, weinig kansen. Dus ja, we zeggen toch elkaar, het wordt beslist op details vandaag. En dan vliegt hij er eigenlijk binnen een minuut naar rust, vliegt hij erin. Dus dan denk je, nee, daar ga je. Maar ja, ik denk hun een stapje terug, wij één, misschien wel twee stapjes erbij. En ja, ik denk dan op basis daarvan wel verdiend. Kan je zelf ook genieten? Ja, zeker. Als je ziet hoe we met z'n allen strijden, weet je, dat is het mooiste. En dat dan resulteert in die goals. Ja, dan beloon je jezelf, dat is mooi. We hebben eerder gezegd, dit jaar moet Lisse goed starten. Ja. Dat doen we toch? Ik kon nog wel even beter, denk ik. Ik bedoel, de eerste wedstrijd verlies je speel je gelijk in de allerlaatste minuut, als je die pakt. Dan zat je echt lekker erin. Nu zit je, ja, je zit erbij. Dus ja, het is in ieder geval beter dan vorig jaar. En nog even genieten? Ja, zeker weten. Heerlijk dit. Volgende week ACV gaan we ook weer door. Ja, we moeten hem doortrekken. Dan ga je meedoen. Als je af en toe dit soort potjes wint en je laat het ergens anders liggen, dan schiet het niet op. Leuk voor Tom. Aan de andere kant, maar bedankt en tot volgende week. Komt goed.